Discussiëren over de slavernij en alles daaromheen. Dat doet het Rijksmuseum in Nederland al vanaf de start van de tentoonstelling Slavernij op 19 mei jongstleden. De talkshows worden gepresenteerd door Jurgen Rijman, waarbij hij samen met gastredacteuren ingaat op wat er vandaag de dag nog te merken is over de slavernij. Onderwerpen die aan de orde komen zijn beeldvorming, orale overleveringen, de positie van de zwarte vrouw en slavernij in de Oost. Rijman gaat in op de vraag waarom deze discussies belangrijk zijn. Wat ik vooral van Nederlanders hoor, is dat ze verhalen horen waar ze niet bij stilstonden. Men heeft namelijk nooit iets geleerd over slavernij. En zeker niet over de doorwerking ervan in deze tijd. En men begrijpt vaak ook niet waarom nu nog in deze tijd nazaten van de slavernij op prijs zouden stellen als er bijvoorbeeld excuses worden aangeboden. Of waar men nu nog steeds naweeën heeft van het hele slavernij gebeuren. Men begrijpt dat vaak niet hier in Nederland. En door deze talkshows geven we een verdieping aan die tentoonstelling. En maken we mensen ook bewust van wat er eigenlijk allemaal speelt tot de dag van vandaag. En wat er allemaal ook gebeurd is. Het is niet om een beschuldigende vinger naar wie dan ook te wijzen. Maar het gaat er vooral om een tijdsbesef te krijgen. En ook besef te krijgen van wat voor impact het heeft op verschillende gemeenschappen. En het geeft ook inzicht in de eigen geschiedenis van Nederland. Rijman is er voorstander van dat er een groot slavernijmuseum komt in Nederland. Feit is dat de discussie over dit onderwerp door moet blijven gaan. Ja, ik denk dat een van de belangrijkste taken die we moeten bespreken is de complete verwaarlozing van Nederland, van Suriname als kolonie, de tijd dat Suriname kolonie was. Ik hoorde van Sintje McCloy niet zo lang geleden dat in de jaren 20 de minister van koloniën hier in Nederland de uitspraak deed. Suriname is een compleet waardeloos land met een compleet waardeloos volk en elke cent die we daar uitgeven is een cent te veel. Je ziet het ook dat voor een land dat zo goed is met infrastructuur, het zo goed is met dijkenbouwen, alles, ze dat niet voor ons hebben gedaan. Onze eigen ontwikkeling is echt plaatsgevonden in de 5 jaren van de oorlog dat de Amerikanen naar Suriname kwamen om de aluminium te ontwikkelen. Toen is pas de ontwikkeling van Suriname begonnen. Eigenlijk meer ondanks Nederland dan dankzij Nederland. En ik denk dat als we dat duidelijk maken naar elkaar en ook dat laten zien, dat we ook vanuit de andere, zeg maar, vanuit een andere positie met elkaar in gesprek kunnen gaan in de toekomst. Inmiddels zijn er 5 talkshows geweest en presenteert Rijman op 22 augustus de laatste editie met als gastredacteur Ranomi Kromowidjojo. De slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum eindigt op 29 augustus. Het volledige gesprek met Jurgen Rijman is terug te zien op onze Facebookpagina. Daarin gaat de presentator over onder andere in op de vraag of onze geschiedenis herschreven moet worden en hoe u ook vanuit Suriname kunt deelnemen aan de talkshow.